Een onderzoek naar ecologische en lokale materiaal heeft geresulteerd in de publicatie van een uniek boek. Hier hebben 6 kunstenaars van Nederland en Suriname in een periode van een jaar samen aan gewerkt in een uitwisselingsproces van het collectief Umprati Apatu Cup. CUP beschouwt de functies van expertise en ervaring rond ecologische en lokale materiaal met kunstenaars in zowel Paramaribo als Amsterdam. Dit kunstenaarsboek geeft inzicht in de inspiratie, stimulatie en bevindingen uit materiaalonderzoek en bijeenkomsten in Amsterdam en Paramaribo. Kunstenaar Megan Penu vertelt dat dit boek gezien moet worden als een kunstwerk, een verhaal en een reis van de 6 kunstenaars. Ten eerste, de cover is van Basse, dus hij heeft een geurtje, hij heeft gevoel en behalve dat zijn er heel wat dingen in het boek dat eigenlijk niet hetzelfde is. Elke publicatie verschilt van elkaar, de boeken zelf. En hierin bijvoorbeeld, ik heb dan wat samples en niet elke sample is hetzelfde. Kunstenaar Annemarie Daniel zegt dat deelname aan dit project bijzonder is geweest, omdat er onderzoek is gedaan naar diverse ecologische materiaal. Ik heb gewerkt met gebruikte theezakjes en gomma. En gomma heb ik gebruikt als lijm om de theezakjes bij elkaar te plakken. Vooral wat materiaalonderzoek betreft, het is iets waarvan ik hou. Ik hou ervan om echt diep in mijn materiaal te gaan, te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om alles uit dat materiaal te halen. En ik heb heel veel dingen geprobeerd. Soms is het niet gelukt, soms is het wel gelukt. Maar door niet op te geven, heb ik dan als eindresultaat nu een jurk ervan gemaakt. Kunstenaar Mariette Swans van Nederland, die eerder begonnen is aan dit project, vond het een uitdaging om met zoveel mensen te werken en ook nog met de tijdsverschillen. Desondanks is ze zeer tevreden over de bereikte resultaten. En dan nog met verschillende tijdzones, maar verschillende temperaturen. En dan met een materiaal te werken dat een beetje leeft. Want dat zie je eigenlijk in het boek. Door de temperatuur verandert het materiaal. Dus dat was best een uitdaging. Ook om het allemaal samen te binden tot één publicatie, tot één kunstenaarsboek. Maar ik heb het ook als een heel groot plezier ervaren en ik heb heel veel geleerd. Zowel van de verschillende werkplaatsen die we in Nederland hebben gezocht, als de ontmoetingen hier in Suriname. Heel inspirerende ontmoetingen met heel rijke kennisgebieden die je niet altijd in een boek vindt, maar die wel heel interessant en heel waardevol zijn. Van dit boek zijn er 50 exemplaren gemaakt, waarbij de materiaalmonsters in elk boek verschilt. Met verhalen van adviseurs geeft de publicatie diepte aan de overwegingen binnen de praktijken van 6 kunstenaars in de huidige tijd.